Welkom bij Vlogmas dag 20! Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb mijn muts nog op. Ik ben net thuis. Terug bij deze twee poemeltjes. Hè, schatjes? Ja, ik ben even terug naar huis gekomen om de katjes te zien. En om even bij de katjes te zijn. Want anders zitten die altijd overdag ook zo alleen en zo. Dat vind ik zo zielig. Dus, ja. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik was net ook met Sam aan het bespreken als ik ze misschien meeneem naar Sam. Zeker als ik daar toch een paar dagen blijf of zo. Ik weet het nog niet, we zijn er nog niet uit. Ah, dat mag van Sam, maar ik weet gewoon niet als dat goed is voor hun. Als ze zo de hele tijd moeten veranderen van hier naar daar en van daar naar hier. En dan binnenkort naar mijn appartement. I don't know. We zullen zien. Gisteren is de video online gekomen van de reveal. Dus hebben jullie Sam gezien gisteren voor het eerst? Nu dat ik film is de dag ervoor nog. Dus ik weet nog niet hoe jullie gereageerd hebben. Want ik zou zo willen zeggen van dank u voor de lieve reacties. Maar ik weet niet of jullie lief zijn geweest. Maar ik denk het wel natuurlijk. De Q&A gaan we dus ook morgen doen in de video. In de video van morgen, vlogmasdag 21, gaan we Q&A doen. En zo hebben jullie ook iets meer tijd om alle vragen te stellen die jullie willen vragen over Sam of over ons of over mij als jullie nog iets willen weten of zo. Mag allemaal. In deze video vandaag ga ik twee dagen combineren. Ik ga nu de adventkalenders allemaal open doen. En morgen ga ik mijn nagels doen, dus daar ga ik jullie ook mee naartoe nemen in deze video nog. Het is een beetje verwarrend, maar met die bekendmaking ertussen moet ik nu twee dagen combineren, want anders klopt het allemaal niet meer. Ik wou nog iets zeggen. Ah ja. Veel van jullie hadden al door dat het Sam was, had ik gezien op Instagram ook. Omdat Sam in zijn Insta-story in Fussen en zo ook postte, terwijl wij daar ook waren. En mensen hadden de link gelegd met zijn auto en zo van die dingen. En ik had ook nog heel veel berichtjes gekregen op Instagram voor de Instagram van de Mystery Guest. Dus van Sam. En die zal ik hier zo ergens in de hoek zetten. En ook sowieso in de beschrijving. Dan kunnen jullie hem volgen op Instagram. Ik ga nu alle kalenders open doen voor de dagen dat ik er niet was. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan laat ik zien wat erin zat. Kom. Dan geef ik jullie al een snoepjes. Ik heb de Body Shop kalender open gedaan. Er zat Gentle Eye Makeup Remover in, een Chamomile. Dat is deze. Can't wait to try it. Dan British Rose Instant Glow Body Butter. Dat is best wel een goed formaatje. Ik ga dat misschien houden voor op vakantie te gaan. Ik weet het nog niet. En dan Bad Gloves. Ah, dat zijn zo scrub handschoenen. Ah, dat is ook wel super tof. Die voelen ook wel zo ruwer. Kei goed. En dan Elmond Hand and Nail Manicure Cream. Ah, dat ga ik al direct opdoen. Want mijn handen... En ik heb zo fel gebeten op mijn nagels en... op mijn velletjes rond mijn nagels. En ik moet morgen naar... Harper's Nails. Dus
Dan gaan ze weer klagen dat ik te veel op mijn velletjes bijt. Okay, Celine's sending me textjes. En nu ga ik deze kalender nog open doen. De Primark kalender. Eentje kreeg ik er weer niet uit. En dat is Hair Glitter. Maar zo een roos goud nu. Dan weer dit. Voor, ik denk dat Freya zei dat dat voor aan uw tenen was. Dus dat. Weer een nagelveiltje. En een lipgloss in zo'n zalmroos. Het ziet er best fel uit. Het is eerder zo'n zomerkleurtje. Maar tof wel. Dan ga ik nog de IKEA openen. De IKEA had natuurlijk allemaal chocolaatjes. Eentje met een rode streep. Een plat chocolaatje. Oeh, oeps. Een wit. Nee, muffin. Het is niet voor katjes. En nog een bruin chocolaatje. Dus die ga ik ook lekker opsmullen. Mm. Ik ga vanavond sowieso niks meer speciaal doen. Ik denk dat ik een bad ga. En dat ik een kerstfilm of zo ga kijken. Dus ik ga hier ook nu even slaapwel zeggen. En dan neem ik jullie morgen weer mee op pad aan het vervolg van deze vlog. Dus slaapwel iedereen en I love you guys. Ik heb de vlog al afgesloten eigenlijk, alleen voor deze avond. Maar ik wou toch nog even voor ik ga slapen mijn nieuwe pyjama laten zien. Mijn elf pyjama. En Buddy staat erop. En Buddy zegt, oh my god, Santa, I know him. Dat zegt hij in de film. Voor de mensen die de film kennen of die obsessed zijn met de film, zoals mij. Die weten wat ik bedoel. En dan mijn broek, daar staan... Ja, kerstboompjes, kerstkoekjes en zo van alles op. Yay! En ik heb deze trouwens in de new look gekocht. En ik had per ongeluk een large bij. Heel raar. Dus ik ben die vandaag gaan wisselen voor een small. En nu bleek, ik heb die in Antwerpen gekocht, maar ik ben die in Hasselt gaan wisselen. En nu bleek dat die vrouw mij... 4 kerstpyjama's had aangerekend. Allee, 4 van deze. Terwijl ik er helemaal geen 4 heb gekocht. Dus nu zou ik terug naar Antwerpen moeten om dat terug in orde te maken. Maar ja. Ik wou wel dat die zakken had. Die heeft geen zakken, dat vind ik wel spijtig. En ze hadden er ook trouwens van Home Alone. Dat vind ik ook goede films, maar dit is echt mijn favoriet. En Buddy is echt mijn favoriet. I love it. Oké, nu ga ik echt slapen en ik zie jullie morgen. Nagels zijn gedaan, ze zijn weer super mooi. Wacht, ik ga scherp proberen te stellen. Dit zijn de mijne. Dat zijn. Hé, hey, bij u lukt dat wel. Ja. My camera is better than yours. Ze zijn echt wel super cute. En nu zijn we in paal 26. Because we're hungry, hè? Ja, yes, het is al half 3 en we moeten nog eten. Ah, ja, het is al 2:30. Ja, we moeten nog eten. Dus let's go. We wachten nog op Nick. Ja. Of gaan we binnen wachten? Ja, ik heb gestuurd of we al binnen gaan. Ah ja, oké. Okay. Ja, binnen. Yes, we hebben bruschetta. Voor mij zonder kaas. Voor hun met kaas. Dan hebben we ook nog soep. En dan hebben we nog frituurhapjes en ik heb ook nog een salade. Oh my god. En ik voelde me deze morgen niet goed, dus ik hoop dat het, ik hoop dat binnen gaat blijven, hè? Want ik heb ook niet meer echt gegeten. Oké, dit is nog mijn salade Athena. En dan hebben we ook nog borrelhapjes. Yummy. Ik ben terug van bij Celine. We hebben veel gewerkt. En het is bijna niet te geloven, maar ik heb
weer goed nieuws. Voor sommigen zullen denken, vind je dat goed nieuws? Ik vind het heel goed nieuws. Ik ben echt heel blij. Ook dit nieuws weet ik al een week. Maar ik wou pas iets zeggen als het echt officieel was. Ik ga nu ergens naartoe. En ik ga eigenlijk een deel van mijn leven, allez, van mijn verleden achter mij laten. Dus ik ga dat eerst doen en dan ga ik zelfs vertellen wat ik heb gedaan. En dan aangaan presenteert Sonny voor ons de VFD en het is een informeel excuus. Terug naar Sonny, Timo. Wanneer het moet? Ja, terug naar Sonny. Ja, veel te veel. Terug naar Sonny. Ja. Ja. Ga, ga, ga. Ga. Stop. Ja. Nog 3. Ondertussen ben ik al even terug thuis. Ik heb ook al frietjes gegeten, zoals jullie zagen. Omdat het huis verkocht is. Woehoe. Ik ben wel blij, want nu kunnen we verder naar de toekomst. En kunnen we alles achter ons laten. Sorry, ik zie er trouwens kei belachelijk uit met dat masker. Het lijkt alsof alles zo strak getrokken is. Maar ja, dat is dus het grote nieuws. Dat het huis verkocht is. Langs de ene kant natuurlijk spijtig, want het is een heel mooi huis. En langs de andere kant heeft het ook zo moeten zijn, denk ik. En ben ik ook wel blij dat het weg is, want nu kunnen we naar de toekomst kijken. Dus binnen 3 maanden, denk ik ongeveer, ga ik verhuizen naar mijn appartement. Dat wordt nog zoveel werk. Het gaat echt veel opruimwerk worden, want ik heb zoveel spullen verzameld. Maar ja, we shall see. Ya. Het is ondertussen al bijna 12 uur, denk ik. En ik lig in bed, want ik ga slapen. Ik ben heel moe. En ik denk dat deze vlog heel kort... Oei. Een secondje. Aha. Daar zijn we terug. Ik denk dat deze vlog heel kort was. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Maar alleszins wou ik jullie mijn... grote nieuws, allee, mijn tweede grote nieuws van deze week, oh god, delen. Wou ik dat delen met jullie, want mijn huis is verkocht. Allee, het huis van Geert en mij is verkocht. En ik ben echt heel gelukkig. Ik ben echt blij dat ik... Oh god. Ik ben echt blij dat ik naar de toekomst kan kijken. En... ik geloof misschien een beetje te veel in bijgeloof of zo. Maar het is vandaag de 19e eigenlijk. 19 december. Jullie zien dit op dag 21. Maar het is eigenlijk de 19e. En vandaag ben ik voor mijn huis gaan tekenen. En morgen is het de 20e. Zo gezegd ben ik dan 11 jaar samen met Sam. Als we geen break hadden. Maar dan nog, het is morgen de 20e en dat is voor Sam en mij heel speciaal. Amai, en ik zie er echt slecht uit in dit angle. Ik heb zo echt zo dit. Maar het maakt niet uit. Real life, you know. Ja, mijn laptop valt heel dit terug zo uit. Maar dus... ik weet niet, volgens mij wil het universum, de universe, zo zeggen tegen mij van het is de 19e, het huis is getekend, daar is iets wat van mijn schouders valt en nu kan ik vanaf morgen verder met Sam. Voor de rest van mijn leven, hè. Ik ben echt heel gelukkig. Ja. Nee, ik ben echt heel gelukkig. Echt waar. Ik wist niet wat ik miste. Ah, ik wist wel wat ik miste.
Maar Sam is echt zo lief. En ja, het is gewoon altijd Sam geweest. En daar ben ik echt van overtuigd. Ik heb Sam ook wel echt gemist. Even zorgen dat het licht niet uitvalt. Nee, ik ben echt heel blij. Echt waar. Oké. Voordat ik ga wenen, ga ik hier deze vlog afsluiten. En Kiki wil trouwens ook even zeggen dat hij heel blij is. Trouwens, ik wil jullie een geheim over Kiki vertellen. Kiki heeft, je ziet dat zijn neus kapot is, maar hier in zijn neus zit een briefje. En op dat briefje staat: ik zal altijd voor jullie zorgen, hartje Sam. Dat zit in Kiki zijn neus al. Ik weet niet hoeveel jaar. En ik heb ook 2 jaar eigenlijk Sam. Oh, ik heb... Sorry, hè. Dat is kei aan mijn tand, maar... Ik heb ook 2 jaar eigenlijk zonder Kiki geslapen. Alleen als ik echt droevig was. Of ziek was of zo. Dan nam ik Kiki. Maar nu slaap ik terug elke nacht met Kiki. En Sam zijn briefje zit in Kiki zijn neus. Oké, ik ben echt sentimenteel aan het worden. Ik ga hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. En slaap wel. En tot morgen iedereen. Bedankt trouwens voor alle steun. Jullie zijn altijd zo lief voor mij. Dat apprecieer ik echt heel hard.